de juiste mensen de juiste dingen. Het probleem bij de chocola wat we tegenwoordig zien in de supermarkten is vooral de omstandigheden waarin het is geteeld en ook de productiewijze. En dat doen ze hier helemaal anders. Lekker. Mijn hart smelt wel als ik dit zie. Ik vind het echt fantastisch om mee te maken. Ik ben zelf een fan van echte pure chocola. En als ik hier rondloop, dan merk ik mijn eigen passie weer voor duurzame productie in de voedingsindustrie. Dus dit zijn wel omgevingen waar ik me heel graag bevind en ik word er ook wel heel enthousiast van. Wat is nou het verhaal van de aap? Want als ik nog steeds aan te kijken. Ja, die aap is dat is de cacao van Congo, van de berggorilla's. Wat hier heel erg mooi is om te zien, is dat ze met duurzaam ondernemen ook echt richten op die CO2 footprint. Die nips zijn ook weer heerlijk door ijs heen, hè? Ja. En die avondjoen confituren. Ja. En dan in combinatie met goed cacao poeder en dan gaan we rond. En krijg ze ook nog maar zijn bio, denk ik, hè? Want je hebt alles met bio. We hebben alles bio, ja. Ja. We kunnen duurzaamheid ook versnellen. Door te kijken hoe bedrijven omgaan met CO2-reductie en hun CO2-footprint. En als we daar als overheid beter op gaan letten, niet alleen hoe bedrijven scoren op prijs, of op verhaal, of op energielasten, maar echt op de hele footprint in de keten, dan krijg je een heel ander speelveld en daar willen we ons heel graag op inzetten. En het hangt natuurlijk van snelheid vervullen af. Hoe ga je snel vullen, dan heb je het effect groter natuurlijk. Ja, maar nu leuk, gaan we lekker doorzetten, zeg maar. Ik vind dit wel tof. Ik heb laatst gewerkt met een one-shop machine. Die ging dus voor twee componenten. Ja, als dat één keer loopt, dat is fantastisch.